Dames, heren, jongens, meisjes. Welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag zijn we hier en niet zomaar. Nee. Vandaag heb ik wat bijzonders bij u te melden, zoals altijd. Ik heb eigenlijk altijd wel wat bijzonders te melden, maar vandaag is het echt bijzonder. Zoals u weet heb ik 2 video's gemaakt over de fantastische hitserie op Videoland. Snelle jongens of snelle geld. Wat was het? Snel, ja, het was iets heel snel. Iets ging super snel. Ik weet niet meer wat. Geld of mensen of jongens, of weet ik van wat. De reacties waren subliem. Fantastisch. Helemaal mooi. Echt schitterend. Jij die nu dit kijkt, vond dit leuk en zei van Koen, ik wil meer ervan zien. Nou, helaas heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws, we gaan nog 1 keer gaan we kijken, want ze hebben gereageerd. De 2 gasten waar ik op gereageerd heb, Hoitboek en Marius heet die volgens mij, hebben allebei gereageerd. Echt schitterende reactie, echt subliem. Het nadeel, de serie is afgelopen. Helaas zijn er 2 afleveringen. Ja, dat is gewoon wel jammer. Ja, ik zeg eerlijk, het is gewoon jammer. Ja, daar balen we allemaal van. Ik baal ervan, jullie balen ervan, we balen er allemaal van. Ik zat dus te scrollen op TikTok, wat ik nu ook aan het doen ben. Boy is niet zomaar verliefd worden, misschien zijn haar vriendinnen leuker. Hè? Wat is dit? Mensen, check dit. Dus ik heb een of andere irritante gamevlogger. Jongens, tegenwoordig ben ik een gamevlogger. Wat al laat zien dat Hoitboek mij al lang kent voor deze video's. Want gamingvideo's op dit kanaal maak ik echt al heel lang niet meer. Al, dat zal zijn. 2 jaar inmiddels. Ik denk dat die fan is. Die op mijn documentaire aan het reageren. Zijn documentaire, zijn met onderdeel, vriend. Onderdeel van de documentaire. Maar niet uit. Is en daar allemaal leuke grapjes over maakt. Dank je. Dus vraag mij, ga ik daar een reactievideo over maken? Okay. Ja, zeer zeker ga ik dat doen, jongens. Kijk hem in die spiegel staan daarachter, dat is wel schitterend. Ik ben alleen druk geweest met een werkelijke business runnen. Oh, hij is bezig geweest met daadwerkelijk een business run. Laten we even een kleine troll doen naar daadwerkelijk de business run. Je hebt een parachute achter je hangen. Parachute achter me. En nu ga je maar 100 km per uur. Je kan of als een gek op dat gaspedaal gaan drukken. Terwijl op het moment dat jij simpelweg die parachute doorsnijdt. Ja. Dan ga je in 1 keer naar je volledige potentie. In 1 keer naar die 300. Okay. Zo. Daar was je wel druk mee. Ja. En was druk dus met daadwerkelijk. Maar dus daarom kon hij nog geen reactievideo maken. Maar wel deze. Dit was 30 april. Die video kwam op 29 april. Maar hij was zo druk met business dat hij wel binnen 1 dag kon reageren. Maar druk met business. Komt eraan. Want ik kan dat ook. Ik kreeg het doorgestuurd en ik zeg je wel eerlijk, ik zag dit dus en toen dacht ik wel van shit. En jullie denken nu dat ik heel hard ga lachen, omdat het dan is, haha, tuurlijk niet. Maar ik dacht wel even, toen ik gisteren dacht, dacht ik wel van kut, dit kan wel zo. Nee, tuurlijk niet. Ja, sorry. Ik hield hem best lang vol, even eerlijk, ik hield hem best lang vol. Maar ik had dus een story record, want ik moest dit laten zien. En het wordt ook alleen maar mooi, het wordt echt alleen maar mooi, mensen. Het is zo schitterend, het is echt prachtig. Oh, I love it. Iemand reageert op hem lelijk, reageert hij klein. En dan try me, jongen. Ja, nee, echt. Je hebt hem echt in de hoek. Je hebt hem in de hoek nu, hoor. No, I have to say, it's just so funny. Oh ja. Hier. Dit is volgens mij zijn reactievideo. Ja, ik dacht, hij zei een soort van alsof hij echt een lange reactievideo gaat maken. Nou, echt. Be my guest. Dan kan ik dat roosten. F***ing veel zin in. Maar ik dacht lang, maar het was gewoon weer een story. Maar hier gaat hij in het Engels praten. Want hoeveel internationale volgers zal hij hebben? Ik denk echt superveel. Of niet? Maar goed. And remarkable how fucking nice people are to me in person. Hoe aardig mensen tegen hem zijn in de echt. Zou ik lullen zijn, dat niet zou zijn, toch? Waarom zou je onaardig zijn? Als iemand denkt van je bent een l***, ja, dan ga je tegen hem zeggen je bent een l***. Dan denk je ervan. Weet je, ik geloof het wel. De route. I was at this King's Day party in Bali the other day and it's... Hij was dus op een King's Day party in Bali met waarschijnlijk alleen maar van die cursusverkopende sukkertjes. Want wie de f*** gaat er anders naar King's Day op Bali? Like, people are so nice. People are so nice. I love people. Yes. People are so nice. Ja. En dan, sometimes there's two. Hey Boyd, jij verkoopt dus de cursus, maar je hebt wel je vinger voor de lens, hoor. Maar goed, dat is verder niet erg, dat kan iedereen overkomen. It's these little shitheads online. That think they're funny, right? But it's kind of what they built their brand on. Hey, ik ben een shitkid. Zeg nou dat ik een shitkid ben? Little shitheads online. Oh, shithead. Oh, is veel beter. That think they're funny, right? But it... Think they're funny? Broek, ik ben koud en leuk! Oh, we zijn nog lang niet klaar. Het is zo mooi. Het is zo mooi. It's kind of what they built their brand on. Ja. So, you can't really blame them. Nee. Because they blame me for doing what I do. Ja. Trying to help people. And trying to help people, ja. En geld verdienen, hè? Dat is het met name. Trying to help people. Hoezo trying to help people? Als je people helpt, dan vraag je niet 1000 euro voor zijn cursus. Als je mensen echt wil helpen, dan doe je het gewoon gratis. Dus dat ik deze video die jij ziet, is gratis. Wat ik het leuk vind om dat te maken voor jullie. Af en toe zit er een klein sponsortje in. Maar niet deze video. Nee, deze video niet. Nog een eigen bedrijf wat ik kan promoten. Natuurlijk heb ik dat. En ze gaan naar ikwiltegoed.nl. Ik wil te goed. En als je daarheen gaat, dan kan je alle tegoedkaarten kopen die je wil. PlayStation, Xbox. Alles. Paysafe kaarten, Neo Surf. Alles. Mensen, ga daarheen. Koop je giftcards daar. Dat is een website dus van mij samen met 3 anderen. En het is gewoon echt. En zeg maar, het is precies even duur als overal elke andere winkel. Het kost geen 1000 euro. En okay. What they do and ik, their job mijn is... Job. Pretty much shit on people so okay. They can get some reach, so they can make some money off AdSense. Okay. Dus ik shit op people. Ja, dat klopt. 100% mee eens. Boyd, ik ben voor het eerst, denk ik, in
in, nou ja, wat is het in totaal? 30 minuten, 25, 30 minuten content, ben ik het met je eens. Dat mensen afzeiken op internet, absoluut, het leukste wat er is. Eerlijk, we genieten er allemaal van. En zeker dit soort mensen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zijn we meer? It's reach so they can make some money off AdSense. Oké, okay, om bereik te krijgen is dat we geld verdienen met AdSense. Nou, die AdSense is niet zo bijzonder. Maar er zat een lekkere sponsor in de vorige, dus dat was wel lekker. Ja. Ook daar, geen ongelijk. It's just kind of funny how that works. Okay. Because essentially, if you really think about it, okay, you, my friend, are hating on yourself. Ik haat op mezelf. Zo, hier moet ik even nadenken. Stel je zou poker spelen. Ja. En je hebt 50.000 euro ingezet. Nee, ik snap het nog steeds niet. Nee, oké. Okay. Dus ik haat op mezelf. Nou, dat is lullig. Dus ik zeg het eerlijk. Koen, sorry. Het spijt me. Het was niet bedoeld om op mij te haten. Ik had dus gereageerd op deze story. Wat het jammere was. Hij had dus in Engels gedaan. Maar daaronder stond van saying is in English sorry at Koen. Dus dan kon ik hem toevoegen aan mijn verhaal. Dat had ik dus gedaan. Maar ik kon die tekst niet zien. Want er stond toevoegen aan je verhaal bij. Ik had erop gereageerd met ik versta dit niet, man. Want ik dacht dat was grappig. Maar eigenlijk had hij dus zelf die foto al gemaakt. Maar ik kon het dus niet zien. Dus daarom was het niet heel fattig. Dus ik dacht daar. Weet je, leuk. Ha. En toen zei hij: hey. Mag je wel hoor, pik. Vriend, je noemt me net een shithead. Wat prima is, dat mag je prima zeggen. Dat is helemaal niet erg. Ik heb je nog nooit gesproken. Ik heb geen idee wie je bent. En dan mag je wel hoor, pik. Om een soort van de schade te beperken of zo. Of online op story te doen alsof je keihard bent. En dan hier even mijn ballen lopen likken. Nou, dus ik heb er ook niet op gereageerd. Ik dacht, zo de meter op. Nou goed, om nog even verder te gaan op Hoyt. Daarna gaan we, Daarna gaan we door naar die andere, die TikTok-gast. Die 100 miljoen per maand verdient. Er ging zo'n sound ging best wel redelijk viral. En dat ging over dat hij dus zegt van: ik drink geen alcohol. Want alcohol zet je. Denk in de mind, shut up. Dat is helemaal geen Engels, dat kan helemaal niet. Ik had ook een leuke TikTok van. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Is iets wat jouw denkende mind shut off. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Maar nu, wat ik dan zo stom vind, dan heeft hij dus zelf dit gedaan. Ryan, luister, ik wens iedereen een hele fijne Koningsdag, maar... Dit maakt uit. Remember, dat zelfs op een dag als deze, je niet je mind laat shut off. Op het moment dat je denkt dat dat grappig is, ja, dan ben je wel echt helemaal niet fat toe, ouwe. Holy shit. Ik snap dat het geluidje is eronder gezet en het zwart-wit ook. Dat is gewoon een TikTok. Dit was waarschijnlijk een story. Nee, dit was wel echt een flinke mispeer. Maar goed, kijk, hij is ook natuurlijk niet, hij verkoopt niet zijn cursussen om grappig te worden. Maar Hoyt, ik ben echt super blij dat jij me mag. En waarschijnlijk, als ik je ooit zie, ben je helemaal niet zo als op die serie. En misschien ook wel. Ja, en dan zeg ik het ook gewoon. Maar dat zien we dan wel weer. Kom je vast ooit nog wel tegen. Hartstikke gezellig. Dan de volgende. Kijk. Steeds meer mensen vragen om een reactie van mij op de reactievideo die Koen heeft geplaatst op zijn YouTube nadat hij de documentaire Snelle Jongens op Videoland heeft gezien. Ah, Snelle Jongens heet het, Snelle Jongens. Dus bij deze, laat ik vooropstellen dat ik er ook gewoon om heb gelachen. Hey, Marius, shout naar jou. Dat vind ik leuk. Dankjewel dat je hebt gelachen. Dat is mijn doel uiteindelijk. Mensen moeten lachen. Maakt niet zoveel uit wat hij erover zegt. Oh, het maakt niet zoveel uit. Vandaar dat je een reactievideo maakt. Het is tenslotte social media, dus als Koen daar een reactie over wil maken, dan is hij gewoon vrij om dat te publiceren. Dankjewel. Jongens, ik dacht al even, ben ik er vrij in? Ik ben er vrij in. En ten tweede, als Koen zo'n video plaatst op zijn YouTube, dan is dat natuurlijk direct heel veel publiciteit. Ja. En dit weet Koen waarschijnlijk ook wel. Publiciteit levert gewoon nieuwe klanten op. Ja, en goede publiciteit, ja. Kijk, over het algemeen bestaat zeg maar het gezegde, slechte publiciteit is ook publiciteit. Geloof ik in. Zeg maar, toen Lil Kleine met allemaal bezig was, iedereen had het over Lil Kleine. Maar of dat ervoor zorgde dat mensen zijn cursus gingen kopen, Lil Kleine heeft ook volgens mij een cursus. Dat denk ik dus niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Moet zeggen, sowieso, als jij op basis van de video's die ik heb gemaakt, daarheen gaat en denkt van, nou, ik heb het gezien en eigenlijk vind ik het wel een goed idee. Ik wil ook TikToks volledig kopiëren en dan zeggen dat het niet gestolen is. Nou, als je dat denkt en hier daarna, ik krijg mijn strot niet uit, zo onzin. Nou goed, sorry. Kan ik nu ook nog wel reageren op het feit dat ik volgens Koen video's kopieer, wat niet waar is. Niet dat geld met affiliate. Video's kopiëren wat niet waar is. Vriend, je laat letterlijk zien dat je een video kopieert. Je laat het letterlijk zien. Ik heb gezocht, mag je zomaar een boek vertalen? Dus een boek vertalen, een beetje zelf een TikTok vertalen en dan gewoon het zelf doen. Of dat mag. Want iemand heeft natuurlijk heel veel moeite gestopt in het idee van het boek bedenken. Alles. Mag ik iemands boek uit een andere taal vertalen uit het Nederlands? Nee. We kunnen vertaling alleen publiceren als u toestemming heeft van de oorspronkelijke auteur. Marius, dan ben ik benieuwd. Die TikTok die jij liet zien in de Snelle Jongens docu. Heb je toestemming gevraagd aan die maker van die TikTok? Dat denk ik ook niet. Op het moment dat iemand creatief bezig is met een boek schrijven of wat dan ook, of een film of wat dan ook, dan kan je het niet zomaar vertalen, het hele idee nakken en denken van het is prima. Dat is niet eens kopiëren, dat is gewoon stelen. Dus hij heeft gelijk, dat is geen kopiëren, dat is stelen. Nou, stukken beter. Maar ik snap niet hoe hij dit niet snapt. Ik kan er met mijn kop niet bij hoe hij dit niet snapt. Niet dat geld met affiliate marketing verdient, wat wel zo is. Oké. Kijk maar, dit is één account op TikTok wat ik hiermee verdien. Eén account op TikTok wat hij ermee verdient. Ja, dit is wel vrij duidelijk, man. Jongens, wat jullie naast mij zien is wat ik verdien heb met TikTok. Je ziet al op dag 5 ging het even wat minder. Toen dacht ik, het is een probleem. Maar dag en na gewoon weer lekker 400. Ja, dit zegt, precies even weinig als wat hij laat zien. Goed, gaan we verder kijken. Of het feit dat ik weinig volgers heb. Nou, Koen,
Jij denkt toch niet dat dit mijn enige account is? En... Oh, hij heeft meer accounts. Dan gaan we nu horen welke accounts hij heeft. Je kan natuurlijk ook heel veel bereiken met ads. Als je dat wil weten, dan leg ik je dat uit. Maar welke accounts heb je nog meer? Daar ben ik wel benieuwd naar nu. En verder, Koen, je deed een stuk aardiger in het echt tegen me toen we Weerwolf aan het spelen waren. Ja, dit hoorde ik dus laatst ook. Ben je nou fake of wat is dit? Blijkbaar heb ik dus ooit Weerwolf is een spel wat je speelt in de groep. Blijkbaar heb ik ooit met hem Weerwolf gespeeld. Nou, dat zou prima kunnen. Dat geloof ik. Dat is helemaal waar. En ik was een stuk aardiger in het echt dan nu. En natuurlijk, waarom zou ik in godsnaam onaardig tegen je zijn als ik niet weet dat jij dit soort video's loopt te maken? Waarin je TikTok stil van andere mensen zeggen dat het niet stelen is. En daarover cursussen verkoopt. Dat je als persoon aardig bent, betekent niet dat de dingen die je doet ook normaal zijn. Want dat is echt een flink verschil. Het is ongelooflijk dat sommige gasten geld verdienen door middel van een soort van zelfbedachte cursusdingen. Het is echt... Ik kan er met mijn kopje niet bij. Maar goed, zolang er mensen zijn die het willen kopen en zij die het aanbieden, ja, dan in principe is er weinig mis als mensen daar hun geld aan willen besteden. Dan is dat natuurlijk helemaal prima. In ieder geval, ik hoop zo op een deel 2. Dus, Violand, als je dit kijkt, alsjeblieft, 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 maak een deel 2 van Snelle Jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. De groeten!